Nog maar amper uit het vliegtuig stond Jairzinho Antonia woensdagochtend alweer op het trainingsveld van FC Groningen. Antonia had er net een bijzondere week met het nationale elftal van Curaçao op zitten. Het was geweldig. Het was een mooie trip. Leuke groep gehad. En gewoon een hele leuke belevenis om eindelijk een keer op mijn eiland te komen en voor het nationale team uit te komen. Dat was een prachtige ervaring. Ja, hoe sta je dan als bijvoorbeeld de volksliederen worden gespeeld? Ja, je kent de tekst niet, maar gewoon dat gevoel dat, wat in je omgaat. Gewoon weten dat je voor je land gaat uitkomen, dat is natuurlijk mooi. En ook gewoon het publiek die dan het volkslied meezingt. Ja, was wel echt een hele kick en een boost voor de wedstrijd. Ja. Antonia verloor met Curaçao met 1-0 van Barbados, maar won daarna met 2-1 van Dominicaanse Republiek en plaatste zich zo voor de volgende ronde van de Caribbean Cup. Het enige wat denk ik ontbrak is het scorend vermogen. We scoorden niet. En terwijl we creëerden zeker wel 10 opgelegde kansen bij de wedstrijden. En, alleen de ballen die gingen er heel moeilijk in. Gelukkig de tweede wedstrijd hebben we er 2 gemaakt, waardoor we door zijn. Maar we hebben Barbados onnodig verloren en de Dominicaanse Republiek hebben ons zeker ook tekort gedaan door maar met 2-1 te winnen. Curaçao staat onder leiding van bondscoach Patrick Kluivert. Ja, dat is geweldig. Ik kan me nog herinneren dat ik naar hem opkeek, gewoon 1995. Dat was een jaar die ik nog op mijn netvlies heb staan. Dat hij de doelpunt maakte tegen AC Milan. En was gewoon een geweldige man. Open, eerlijk en gewoon geweldig om met hem te werken. Ik heb heel veel plezier aan hem gehad en ik heb veel met hem gesproken ook. Ja, ben blij om hem zeker als bondscoach te hebben. Antonia denkt dat met de huidige selectie van Curaçao veel mogelijk is. Als de groep maar bij elkaar blijft. We hebben een hele goede en sterke groep. En om dat dicht bij elkaar te houden en zo toe te werken naar een bepaald punt. Door de jaren heen gewoon bij elkaar blijven. Want er zit de lichting van best wel jonge jongens. Er zitten een paar oudere jongens bij. Maar als deze lichting gewoon bij elkaar blijft, denk ik dat we een hele goede groep kunnen krijgen. En wat ik zeg, als we dan ingespeeld raken op elkaar, dan moet het zeker gaan lopen. Want je zag ook al deze wedstrijden dat we Barbados en Dominicaanse Republiek van het kastje naar het muur hebben gespeeld en super veel kansen hebben gecreëerd. En nu is het gewoon zaak om die kansen af te maken en dan win je daar met 6-7-0. Antonia trainde woensdag weer volledig mee met de eerste selectie van FC Groningen. Het lijkt erop dat zijn tijdelijke verbanning uit de selectie voorbij is. Ik heb een goede periode achter de rug dan. Ik ben fit en ik wil weer gewoon gaan knallen. Ik wil zorgen dat we weer omhoog gaan kijken, want we hebben wat aanslagen gehad, tegenslagjes gehad. Maar het is tijd om weer die stap naar boven te maken.